Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Stichting Dierenlot. Ik ben zojuist aangekomen in Amsterdam. Ik ben namelijk door Stichting De Toevlucht uitgenodigd om een dagje mee te lopen. Ik heb heel veel zin in. Ga je er mee? Ik ben Roxina, ik ben dierverzorgster van de vogel- en zoogdieropvang De Toevlucht. Nou, dit is eigenlijk onze kraamkamer. Hier hebben we op dit moment heel veel jonge egels zitten. We hebben nog een aantal jonge eendjes en een zwaantje. En nog jonge eekhoorns, jonge haartjes. Nou ja, dan is er nog wat eigenlijk. En nou ja, dit wordt elke dag natuurlijk allemaal schoongemaakt. Dus daar zijn ze op dit moment heel druk mee bezig. En alle jonge dieren die krijgen eigenlijk hun eerste voeding. En vooral een speciale melk, speciaal voor die dieren gericht. En de vloers worden gewogen, nagekeken. En nou ja, dan kunnen ze daar weer verder gaan slapen. Hier een jonge eekhoorn zitten die met de hand is grootgebracht. Die heb ook nog verder weg, dan is hij afgegaan. Even de deur achter die dicht, want hij is gewoon raadsel. Hij is wel een beetje aanhankelijk naar de mensen toe, omdat hij echt met de fles is grootgebracht. En dat gaat wel steeds wat beter met hem. Ja, je ziet echt, dit is echt nog een puber, die is echt alleen nog maar aan het spelen. Je ziet daar onzin in het spelen, yes! Daarom hopen we straks dat die twee kleins die we binnen hebben, als die wat groter zijn dan van de spelenaf zijn eigenlijk in de fles, dan komen die hier bij te zitten en dan heb heeft je ook die, echt gewoon speelmaatjes. Ja. En dat is ook goed voor ze dan, want dan hebben ze ook echt elkaar en dan zijn ze ook minder naar ons toe gericht. Ja. Ja, ze moeten uiteindelijk natuurlijk wel wild genoeg zijn om natuurlijk weer de natuur in te kunnen. U komt een dier af. Ik ga twee piepduikjes brengen, kuikels en een egeltje. Oké. Okay. Ja. En u bent van de dierenambulance? De dierenambulance van Amsterdam. Ja. Dat is een beetje. Zie je nog een jongen? Oh, goed. Ja, die is wel zoet, hè? Met deze egel is dus net binnengebracht. En dan ga je eerst even checken hoe die eruit ziet. Het is op dit moment echt jonge egeltjesperiode, dus we krijgen ze echt heel veel binnen op dit moment. Ja, ik heb van de dierenambulance ook dan een briefje bijgekregen en hun zetten dan soms dingen erbij wat ze al weten ervan. Nou ja, volgens deze is het ook dat hij al 5 dagen alleen rondliep bij een kruispunt eigenlijk, of tenminste vlakbij. Dus dat is natuurlijk best wel lang voor een klein egeltje om dan zo alleen rond te lopen. Ik heb een klein beetje een snotneusje. Hij is een klein beetje mager, maar voor de rest is hij in principe gewoon een gezonde jonge egeltje die gewoon zijn moeder is kwijtgeraakt, nest is kwijtgeraakt. Ja, dan gaan ze natuurlijk rondwandelen. Om ja, op zoek in de hoop dat ze natuurlijk een moeder weer vinden. Maar ja, helaas wil dat niet altijd lukken. En ja, dan worden ze vaak gevonden en dan worden ze uiteindelijk naar ons toegebracht. Nou, deze gaat naar de kraamkamer toe. Die gaan we even overgeven aan mijn collega, met Fleur. En die gaat hem dan even verder nog even nakijken en verzorgen. En die gaat zorgen dat hij lekker een bakje eten en water krijgt. Deze is er wat heftiger naartoe. Nou ja, het is een jonge duif. Een jonge stadsduif. En ik ga ervan uit dat hij op het balkon gevonden is. En nou ja, dit is echt gewoon allemaal poep. Hij zit helemaal onder de poep eigenlijk. Deze gaat ook naar de kraamkamer. Gaan we eerst even zorgen dat hij wat te eten krijgt en een beetje bijgekomen is van de reis hier naartoe. En dan gaan we ervoor zorgen dat hij vandaag vanochtend even een goede bad krijgt. Dat al die restante poep eigenlijk gewoon onderaf gewassen worden. Oh, heel schattig. Die is heel lief. Ik kom even vol door de vogels, het kriebelt wel. Ik kom weer wat diertje afleveren, wat beestje afleveren hier bij de toevlucht. Twee egeltjes en een duifje. Rustig.
gaan wij ze weer mooi de vrijheid inzetten. Cool. Yes? Oké, we gaan nu dus vleermuizen loslaten in het buitenverblijf en dan gaan we kijken of ze al uit willen vliegen. Dat is een oude opa. Nou, deze kan vliegen hoor. Jongens. Hoe? Ben je nog steeds blij om hier te zijn? Oh, ik vind het fantastisch. Dat is, je hebt de gewone en de geluide dwergvleermuis. Dat zijn een beetje de kleinste die in Nederland zijn. Dus dat zijn gewoon vergroeide. En dan heb je nog grotere soorten. En je hebt echt, hoeveel soorten zaten er in Nederland? Heel veel, hè? Ja. Heel veel soorten vleermuis heb je. Oh, gaat dit proberen? Deze gaat weer terug mee naar binnen toe. Die is nog niet goed aangesterkt om in de buitenverblijf te zitten. Dus we moeten even een paar dagen binnen, even goed eten. En dan hopen we ons nog in de buiten te kunnen plaatsen. Oh, oké. Al die andere jonge zwanen die waren allemaal heel klein toen ze hier kwamen. We mogen nu lekker gaan zwemmen tot ze goed genoeg zijn om los te gaan. Dat was de vlog van vandaag. Bedankt voor het kijken. Mag ik jullie van de video hartelijk bedanken voor deze superleuke dag. En kijk achter de schermen. Yes, graag gedaan. En jou bedankt. Tot de volgende keer. Doei.